You are listening to Robert Baines Bible Podcast, the internet channel for church and society. And here is your host, Henke Veen. Dit is Koinonia Live, vrijdag 11 oktober 2019. Dit is het vervolg van de uitzending van afgelopen maandag, dat was 7 oktober. Vandaag gaat het vooral over de betekenis van het huidige en het toekomstige Israël. Nu gaat dit over Israël in de tijd van Jezus, neem ik aan. Maar wat hebben we dan te maken met het huidige Israël? Ja, dat sluit aan op wat we maandag besproken hebben. Wat is de blijvende betekenis van het huidige Israël voor ons? Ik denk dat daar veel over te zeggen valt. Kijk, de vorming van de staat Israël na de Tweede Wereldoorlog is denk ik te beschouwen als een vervulling van de profeten, waarin gezegd wordt dat de Heere God met haken zijn volk overal vandaan zal halen en dat ze ongelovig in het land zullen zijn. Dat staat ergens in Ezechiël, ik heb dat zo gauw niet paraat. Maar dat is een vervulling van de profetie en dat is een mooie aanwijzing voor ons dat God zijn profetie ook volledig zal gaan vervullen. Dus dat het volk daar ook de Messias zal gaan accepteren in de toekomst. Dus we hebben met het huidige Israël te maken, omdat ze, laat ik zeggen, profetisch gezien nog steeds het voorwerp zijn van Gods handelen. Hè? God handelt nog met Israël, doet iets voor en met Israël. Mm-hmm. Tweede reden om met het huidige Israël bezig te zijn, ja, die ligt op een heel ander vlak. En ik zal me daar verder dan maar toe beperken. Moet eens kijken naar een tekst uit Matteüs 23. Zou je die willen lezen? Matteüs 23. Even kijken hoor. Matteüs 23. En zou je dan willen lezen vers 2. Vers 2 en 3. Oké. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen, dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Ja, dat is een van de meest verkeerd begrepen teksten uit het Matteüs-evangelie. En dat begint al met de vertaling. Want er is geen enkele reden om te vertalen zijn gaan zitten alsof ze zich die plaats zouden hebben toegeëigend. Mm. Nou, voor de mensen die een beetje Grieks verstaan, er staat een aoristus zijn gaan zitten. En dat is geen aoristus ingressivus, maar dat is een aoristus die gewoon het algemene feit vaststelt. Dus je zou moeten vertalen, de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Dat is hun rechtmatige plaats. En die uitdrukking de stoel van Mozes slaat op de rechterstoel van Mozes. Mozes heeft een rechterlijke functie. Mozes zelf, dat is zijn bediening. En dat betekent dat Mozes gezaghebbend de wet kan uitleggen. En dan is het heel bijzonder dat de Heer Jezus hier zegt, dat geldt voor de schriftgeleerden. Nou, dat zijn, dat is een beroepsgroep. Dus iedereen die de schrift uitlegt, is een schriftgeleerde. En heel in het bijzonder ook zijn dit de mensen die de Torah overschrijven, die dus de wetsrollen maken. Dit zijn de soferim. Maar ook de fariseeën, niet de sadduceeën, niet de Qumran-gemeenschap, niet welke andere groep dan ook in Israël, heeft deze positie zitten op de stoel van Mozes. Hiermee laat de Heer Jezus zien dat de fariseeën, ondanks het feit wat Paulus bijvoorbeeld net zegt, daar hebben we vorige keer over gesproken, dat Paulus zegt van ja, maar ze hebben de wet van de gerechtigheid nagejaagd, maar ze zijn aan die wet helemaal niet toegekomen. Waarom niet? Omdat ze dat zochten uit werken van de wet en niet uit geloof. Desalniettemin horen die fariseeën op die stoel te zitten. Er is niet één enkele groep, behalve de fariseeën in de tijd van de Heer Jezus,
de meeste schriftgeleerden waren ook fariseeën. Dat zijn de Nehemia 8 mensen, zeg maar. Dat zijn de levieten van Nehemia 8 die de wet uitleggen. Dat is Ezra de schriftgeleerde, een van de eerste die schriftgeleerde wordt genoemd. Omdat hij zocht in de wet om de betekenis ervan te verhelderen voor het praktische leven. De toepassing van de wet wilde vaststellen. Nou, zij zitten op de stoel van Mozes. Daarom, omdat ze die positie hebben, zegt dan vers 3, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen. Dus die rabbijnen, zijn de, laten we zeggen, de erfgenamen van deze schriftgeleerden en fariseeën. Al wat de rabbijnen u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht. Dus we hebben een verwijzing hier naar de wet van Mozes, die immers ook Gods gerechtigheid uitlegde en presenteerde. Maar dat niet alleen, we hebben ook een verwijzing naar die tweede vorm van de Torah. Het Jodendom kende al heel vroeg dat verschil tussen twee vormen van de Torah, twee vormen van Gods onderricht. Mm-hmm. Het ene was de schriftelijke vorm, dat heette de Torah Shebichtav, de Torah die is opgeschreven, die in de vorm van een tekst voor ons ligt. En we weten dat dat natuurlijk in het Oude Testament staat, en daar lezen we snel overheen, want het heeft met ons niks te maken, denken we dan. Nee, ook dat hoort bij de Torah, die voor ons van kracht is, betekenis heeft, in zoverre we Jood zijn, in heel veel opzichten, in zoverre we Christen zijn, gedeeltelijk, en naar de morele strekking enzovoort. Maar we worden geacht die wet van Mozes, Gods geboden, waar Johannes over spreekt, heel serieus te nemen. Maar hier wordt ook die tweede vorm van de Torah ons aanbevolen. En dat is dus niet de Torah Shebichtav, de geschreven Torah, maar dat heet de Torah Shebaalpeh. Letterlijk de Torah zoals die in de mond is. En dat is de mondelinge leer, dat is de uitleg, de toepassing van de Torah, wat het werk is van de schriftgeleerden en de fariseeën, die Torah als het ware te onderzoeken, om te kijken wat is nou onze concrete opdracht daarin. In die overgang in Nehemia 8, we lezen de schrift, dan horen we de betekenis daarvan, we onderwerpen ons daaraan en we doen hem. Want dan gaan we meteen in Nehemia 8 gaan we Loofhuttenfeest vieren, om het te ontdekken dat de Torah ons dat opdraagt. Dus de Jezus zegt hier, dat moet je in acht nemen en je moet het zelfs doen. Dus als de rabbijnen zeggen, kijk, niet-Joden, die moeten geen afgoderij plegen. Niet-Joden, die moeten zich onthouden van bloed. Niet-Joden moeten een rechtvaardige rechtspraak hebben. Zoals dat uitgewerkt is in het Jodendom in de vorm van de zogenaamde de Torat Bnei Noach heet dat dan. De Torah, de wet zoals die geldt voor de zonen van Noach. Dus niet zoals de Torah geldt voor Joden, maar voor niet-Joden. Dat deel van de wet, dat deel van de Torah, daar zegt de Heer Jezus van, dat moet je doen. Dat is geen kwestie van twijfel. Want dat mag je overwegen als die in je straatje past. Nee, dat moet je dus doen. Je onthouden van bloed in de zin van, gij zult niet doden. Maar misschien ook wel, dat is dan een vraag die we zelf moeten beantwoorden. Misschien ook wel dat we geen vlees moeten eten waar het bloed nog in zit. Nou, ook dat is weer omstreden. Moeten we die kant wel op gaan, want dat is toch ceremoniële wet, of moeten we die kant niet op gaan? Moeten we naar de strekking kijken daarvan? Ik denk dat in heel veel opzichten de letterlijke uitvoering van de wet in een symbolische vorm, dat dat bij Israël hoort. En dat de geestelijke strekking van de wet, ook van wat ceremonieel lijkt te zijn, maar de geestelijke strekking ervan, dat die wel voor ons van betekenis is. Maar hier zie je een stukje van de betekenis van het huidige Israël. Ik verbaas me er altijd over dat juist ook degenen die heel veel met Israël hebben, de literatuur van Israël, als ik het zo even mag zeggen, dus de Bijbeluitleg van Israël en zeker de uitleg van de Torah en zeker daarbinnen weer de uitleg van die geboden voor de zonen van Noach, volkomen negeren. Terwijl niet alleen maar hier in Matteüs 23, maar ook in wat is het, Handelingen 15, nadrukkelijk wordt gesproken over de rol van de geboden van de zonen van Noach. En een deel daarvan is bijvoorbeeld ook de nauwkeurigheid waarmee je afgoderij, afstand neemt van afgoderij.
hele belangrijke zaak, is een onderwerp apart. Maar als je een Talmud-traktaat neemt als Avodah Zarah, een traktaat uit de Mishnah, waar dus ook een uitleg van is van latere leraren tot in de 4e, 5e eeuw. Dat gaat over afgodendienst. En dan zie je daar steeds aanwijzingen voor wat je niet moet doen in het kader van de afgoderij. Wat mag je niet doen? Je mag een heiden bijvoorbeeld geen schuld vergeven vlak voor een van zijn afgodische feesten, want daarmee bevorder je dat een heiden op de dag van het feest van zijn godheid die godheid gaat danken, omdat hij van een schuld bevrijd is. Dus je moet zelfs geen aanleiding geven dat iemand afgoderij zal bedrijven. Is een opdracht dus aan Joden in hun omgang met niet-Joden. Nou, het is een heel erg boeiend en zeer uitgebreid traktaat, het Avodah Zarah, en zeer de moeite waard om daar aan te ontdekken wat mag je nou ook als christen wel doen of niet doen in verband met de schijn van afgoderij. Een katholiek die bidt tot een van de heiligen wekt daarmee de indruk dat hij niet bidt tot God zelf, maar tot een soort afgod of een godenbeeld. Als je het al niet zou kunnen weten uit het Nieuwe Testament, ik denk dat trouwens dat ook wel duidelijk is, dat dat gewoon niet kan, maar dan zou je het uit de rabbijnse leer al kunnen afleiden, dat je dat absoluut niet mag doen. Mm-hmm. Dat je bijvoorbeeld ook niet moet buigen voor een beeld, op welke manier dat beeld ook geplaatst is, of het nou om een heidensbeeld gaat, of om een afbeelding van het goddelijke in het Rooms-Katholicisme. En niet buigen voor een afgod. Dat wordt in dat traktaat heel uitvoerig uitgelegd. Nou, even naar mijn hoofdgedachte teruggaan. Het verbaast mij altijd dat mensen die een hele hoge betekenis geven aan Israël, ook aan het huidige Israël, eigenlijk helemaal onbekend zijn gebleven met de tradities van Israël, met de uitleg die de rabbijnen geven aan de Torah. Want de Heer Jezus zegt, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, dus waar je over moet nadenken, waarover je moet mediteren, zoals Psalm 1 zegt, wat je moet overwegen, wat je moet kennen, wat je paraat moet hebben, dat moet je in acht nemen en je moet het doen. Dus het is een opdracht van de Heer Jezus zelf om dat te doen. Wat je niet moet doen, dan komt dus een lange beschrijving vanaf vers 4, die weeën die worden uitgesproken over de fariseeën. Kijk, er is in de historische positie van de fariseeën in hun gedrag is er een overdrijving van de Torah in de zin van de losse werken. Daardoor ontstaat als vanzelf een zekere hypocrisie, een huichelarij. En dan zegt de Heer Jezus nadrukkelijk, kijk, in dat soort opzichten, als het om de eer gaat, want je bent allen broeders en je mag niemand op aarde je vader noemen. Bedenk even dat paus betekent vader, hè, papa. Vers 9, u mag niemand op de aarde uw vader noemen, dus we mogen de paus geen paus noemen. Nee. Nou, en dat je niet mag heersen met de wet in je handen. En dat je niet, laten we zeggen, uitvoerig over die wetsvoorschriften mag spreken, maar het geloof terzijde moet laten. Hè, want je gaat zelf, zegt hij in vers 13... die schriftgeleerden en fariseeën gaan zelf niet het koninkrijk der hemelen binnen, erkennen eigenlijk Gods gezag niet, maar laten dat gezag van de Torah wel gelden en nemen daar zelf een bevoorrechte positie in. Nou, al die verschillende dingen die hij daar zegt, dat mogen wij ons aantrekken als voorgangers, dat mag je je aantrekken als christelijke gemeente, maar het heeft in eerste instantie betrekking op het gedrag van de fariseeën die deze wet, die zij terecht goed kunnen uitleggen, en voor een deel trouwens ook wel degelijk op de juiste wijze doen, laten we dat nooit vergeten. Het gaat hier om de meerderheid van die fariseeën, niet om allen. Dat je die wet wel degelijk serieus moet nemen, zoals zij dat serieus nemen. Dus ik heb liever iemand die zegt, ik lees de rabbijnse tradities en ik trek me dat aan en ik probeer dat een plaats te geven in mijn geloof, dan iemand die zegt, ik laat die rabbijnse traditie helemaal links liggen, maar ik ga wel elk jaar 5 keer naar Israël, want ik geniet zo van het heilige land. Snap je? Dat genieten van het heilige land is een soort christelijk toerisme geworden, maar luisteren naar wat de rabbijnen zeggen, dat is opdracht. De Heer Jezus zegt niet, je moet regelmatig naar Israël pelgrimsreizen, maar hij zegt wel, je moet naar de rabbijnen luisteren die zeggen wat je
hoe je de Tora in je leven moet toepassen. Dat is voor mij de blijvende betekenis van het huidige Israël, waarmee we verbonden zijn vanwege hun verleden, vanwege hun toekomst, waarin we dus het begin van die profetische vernieuwing zien na de Tweede Wereldoorlog. En ook het vreselijke oordeel dat over Israël komt in die Tweede Wereldoorlog, niet een oordeel van God trouwens, maar wel iets wat hij heeft toegelaten. Ik denk, in termen van het oordeel, staan wij veroordeeld in de Holocaust. Israël is als ware vernietigd door heidenen, door mensen die zich christen noemen. Dus het oordeel, de rechtelijke uitspraak is, kijk nou eens wat jullie christenen gedaan hebben, of wat jullie niet verhinderd hebben. Israël is slachtoffer. Israël is puur slachtoffer geworden. En dat heeft Israël ontzettend zwaar getroffen. En dat mogen we ons aantrekken. Dat we niet oneerbiedig en inhumaan over Israël oordelen enzovoort. Mm-hmm. Nou, dat is wat die blijvende betekenis betreft van het huidige Israël. En die zie ik dus eerder in de vorm van een verbondenheid met de rabbijnen dan met een verbondenheid van het huidige land en volk. Nog even dit. Je zegt nu, je moet de rabbijnen volgen, ja. Maar er staat toch een beetje haaks op wat er allemaal in Matteüs staat, wat voor opmerkingen, aanmerkingen. Ja. En wat er niet allemaal over geschreven is, echt vervelende dingen om te lezen voor die mensen, dat ze allemaal niet doen. Dus ik snap het niet. Kun je dat nog even een beetje... Nee, het lijkt ook in strijd met wat we gelezen hebben in de Romeinenbrief, dat Paulus zegt, ze zijn aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Kijk, ik denk dat dat zo in elkaar zit. Als rabbijnen de Torah uitleggen, moet je dat doen. Maar de rabbijnen doen nog meer dan dat. Wat de rabbijnen geprobeerd hebben is een zogenaamde siyak la Torah maken. Dat is een omheining rondom de wet. En dat werkt dus zo, als de Torah bij wijze van spreken zegt, je mag niet op het gras lopen. Mm-hmm. Dan zeggen de rabbijnen, je mag het hek rondom dat grasveld niet eens aanraken. Dus ze geven als het ware een extra gebod. Dat zijn dan de mitzvot de rabbanan, de geboden van de rabbijnen. Ze geven extra geboden om het moeilijker te maken om het gebod van God uit de Torah van Mozes te overtreden. Er zijn mitzvot de rabbanan en zijn mitzvot de oraita. De mitzvot de oraita zijn dus de geboden die uit de Torah zelf komen. En de mitzvot de rabbanan, dat zijn rabbijnse instituties die tot doel hebben om mensen ver te houden van de overtreding van de wet van God zelf. Nou, wij zijn gebonden, volgens Matteüs 23, aan de uitleg die de rabbijnen geven van de Torah. Maar we zijn niet gebonden aan de siyak la Torah, aan de omheiningen, de extra voorschriften die zij geven. Om een voorbeeld te geven, de invulling van de wet van de Sabbat is een rabbijnse uitleg. Er staat nergens in het Oude Testament precies hoe je de Sabbat moet vieren. Er staat alleen maar dat je dan geen werk moet doen. De rabbijnen gaan dan een constructie maken. Nou ja. Het niet doen van werk, dat is alle activiteiten die nodig waren om de tabernakel op te zetten en de tempel te bouwen, die dingen zijn verboden. Dus het houwen van steen, het zagen van hout, het aansteken van vuur, want dat was allemaal nodig om de tempel te bouwen. En zo wordt dan met die 39 werken, wordt een constructie gemaakt over wat het betekent om de Sabbat te vieren. Maar het Oude Testament zelf zegt alleen maar dat je de Sabbat moet vieren, wat de motivatie daarvan is en wat het doel daarvan is en voor wie het bestemd is. Maar het zegt dus geen zin wat je niet precies op de Sabbat mag doen. Nou, dat is het verschil tussen de geschreven wet die zegt je moet Sabbat vieren. En... Ja, maar wat houdt dat dan in, Sabbat vieren? Ja, maar dat, als de rabbijnen dat gaan uitleggen, dan zeggen ze dat, dan leggen ze dat uit met het oog op Israël. En wij zijn geen Israël. De gemeente van Christus is niet Israël. Dus we hebben met dat deel van de Torah Sheba Alper, met dat deel van de mondelinge traditie, niet rechtstreeks wat te maken.
We hebben wel te maken met de leerlingen van de Heer Jezus in Marcus 7 over de Sabbat. En met de leerlingen van Christus in het Nieuwe Testament over de Sabbat. En over de voorrang van de zondag, die alleen maar een kwestie van gewoonte is. Dus wij kunnen het beginsel van de Sabbat begrijpen en opvolgen. Maar we hebben geen Sabbatgebod. Het Sabbatgebod is voor Israël en de Sabbatuitleg is van de rabbijnen. Maar geen van beiden zijn we rechtstreeks gebonden. We zijn niet gebonden aan het Sabbatgebod van de Bijbel, van het Oude Testament, want wij zijn geen Israël. En we zijn niet gebonden aan de rabbijnse uitleg, want we zijn niet Joden. En wij hoeven die Sabbat niet te doen op de wijze van de rabbijnen. Dus die hele lijst die je daarna krijgt in Matteüs 23, dat zijn dus de uitwassen van de rabbijnse leer. De rabbijnen hebben niet alleen maar gezegd, je moet het voorschrift van de Bijbel volgen. Ze hebben ook gezegd, je moet het tzadikim navolgen. Dus degene die geoefend zijn in het toepassen en uitvoeren van de wet, die wetskennis hebben. Je moet het gedrag van die mensen nabootsen. Dat is niet helemaal vreemd aan ons, want Paulus zegt dat tegen Timotheus. Je hebt nagevolgd mijn wijze van doen, et cetera. In 2 Timotheus 3. Dus het navolgen van mensen die ervaren zijn op de weg van Christus geldt ook voor ons. Hebreeën 13 spreekt er zelfs over dat wij het geloof van onze voorgangers moeten volgen. Een voorganger heeft een bijzondere positie, ook in de uitleg van de schrift. Er is een geoefendheid in het geloof. En dan wordt in Hebreeën 13 gezegd, je moet, die voorgangers moet je volgen in hun geloof. Niet in hun werken, maar in hun geloof. Nou, en hier zie je in Matteüs 23 dus allemaal zaken die de rabbijnen doen, bijvoorbeeld vers 4. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. Dat is die Siak la Torah, hè? De omheining van de Torah. Ja, dat levert een lastige last op. Kijk, het is één ding om niet op het grasveld te lopen, maar het is misschien wat moeilijker als je daar rondloopt, om de omheining niet aan te raken. En door dat extra gebod kun je je eerder natuurlijk wel schuldig gaan voelen. Lasten die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, ze leggen ze op de schouders van de mensen. Dus de rabbijnen zitten vol met aanwijzingen en voorschriften. Jij moet dit doen, jij moet dat doen, jij moet zus doen. Dat is niet wat de Heere God geboden heeft. Het zijn niet zijn geboden. Het zijn geboden van mensen. En dat zegt de Heer Jezus ook nadrukkelijk over de Sabbat. De Sabbat is van de Zoon des mensen. En dus de Sabbat is er niet om het mensen moeilijk te maken. Mensen moeten niet onder het gebod van de Sabbat komen te staan. De Sabbat is van de Zoon des mensen. Die is door God aan de mens gegeven om daardoor zijn vrijheid te ervaren. En alvast iets te ervaren van de verlossing die komen zal. En dus als de Heer Jezus zegt, de Zoon des mensen is Heer, ook over de Sabbat, dan bedoelt hij, het ware beginsel van de Sabbat is niet de regeltjes, de werken die hier gedaan moeten worden, maar is de Heer die daarin moet worden grootgemaakt. Dus wat betekent dat voor ons christenen? Dat wij een tijd moeten nemen waar we als gemeente moeten samenkomen om deze Heer te eren en te dienen. En dat ligt voor de hand dat we dan de gewoonte van de kerk volgen, en we lezen uit Handelingen wat die gewoonte was, dat is op zondag samen te komen. Dus op de eerste dag van de week samen te komen met datzelfde doel, wat oorspronkelijk dus ook bij de Sabbat hoort. Maar door die Sabbat werken te gaan doen, dan komt er een hele rare constructie tot stand. Vroeger was dat gebruikelijk, de zondag ook te zien als een soort verplaatste Sabbat. Maar wat houdt dat nou in? Dat we de rabbijnse voorschriften over het ophouden met werken, de details daarvan, voor een deel gaan toepassen op onszelf, voor een deel maar, want er zit heel veel willekeur in, wat we dan wel en wat we dan niet belangrijk vinden. En dan gaan we dat naar de zondag plaatsen. In de eerste plaats zijn wij dus niet gesteld onder het gebod van de Sabbat. In de tweede plaats zijn we sowieso niet gesteld onder de rabbijnse voorschriften, die een omheining maken rondom het gebod van de Sabbat. En ten derde, wat we dan eigenlijk doen, is precies wat Paulus aan Israël verwijt, namelijk dat je probeert je eigen gerechtigheid op te richten. Het is mensenwerk en je hecht daaraan aan iemand die
op zondag een ijsje koopt of naar de kermis gaat, die is dus geen ware gelovige. Ja, dat is de monstruositeit, hè, wat dan ontstaat. In de kerk wordt wel heel vaak gezegd, neem de Sabbat in acht, hè? Ja, maar neem de Sabbat in acht, wat betekent dat? 10 geboden. Ja. Nou, rusten. Dat betekent dat je afziet van je normale bezigheden, ja, om als gemeente samen te komen en om God te eren. En de gewoonte van de kerk was om dat op zondag te doen. Dus wij staan niet letterlijk onder het gebod van de Sabbat en zeker niet onder de rabbijnse interpretatie daarvan. Dat is mijn ene stelling. Ja. De andere stelling, de strekking van het Sabbatgebod. En dus dat we een dag hebben dat we samenkomen om Gods woord te horen en hem te eren en die dag te vieren als een heilige dag. Die strekking daarvan, daar staan we wel onder. Ja. En daarom mag je best op de zondagmorgen, als je de 10 geboden leest, zo dat Sabbat, die Sabbatopdracht begrijpen. Maar zodra je daarvan maakt, maar die Sabbat is voor ons een zondag geworden, en we gaan allerlei werken verbieden, dan is het net alsof je de rabbijnen zit na te bootsen. En dat is dus dubbel fout. Het Sabbatgebod geldt niet voor ons, maar geldt voor Israël. De zaterdag dus. Daarom doen we het niet op de zaterdag, maar op de zondag. Ja, maar op de, je kunt niet zomaar een Sabbatgebod verplaatsen naar de zondag. Nee, nou, maar dat hebben we wel gedaan. Hè? Ja, nou ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Hè. Heel veel dingen zijn ook voor ons van belang. Vers 5, al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Hè. Dus dat je niet je gehoorzaamheid gebruikt om je eigen reputatie te vestigen. Ze zijn zeer gesteld op de ereplaatsen. Je moet je niet laten voorstaan op gewone gehoorzaamheid die je hebt. Je mag geen bijzondere hoge functie je toe-eigenen. Je mag jezelf dus niet leermeester laten noemen. Hè, van, wat een beetje zit, vind ik persoonlijk, in de gewoonte om een dominee met dominee, hè, met heer aan te spreken. Eigenlijk vind ik dat ook niet zo fijn. Nee. Even kijken, de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn in vers 11. Vers 13, dat je het koninkrijk der hemelen niet voor mensen moet sluiten door allerlei obstakels in de weg te leggen. Nee, je moet mensen juist binnentrekken in het koninkrijk der hemelen. En vooral, je moet er zelf binnen gaan. En dat houdt in dat de primaire houding die je moet hebben, die van geloof is. Je mag geen persoonlijk voordeel zoeken, dat is vers 14. U eet de huizen van de weduwe op, hè. Je laat je rijkelijk betalen voor alles wat je rekent. Je moet er niet op gericht zijn om alleen maar mensen bij de gemeenschap te betrekken die dan hetzelfde kunnen gaan doen als jij. Hè. Niet alleen maar gericht zijn op mensen die jou bevallen. En die, nee, vers 15. U reist zee en land af om één proseliet te maken. Hè, terwijl je de rest van het volk die je dan te dom acht, die laat je links liggen. Vers 16, maak niet ingewikkelde zaken over eetzweren. Allerlei onderscheidingen tussen, heb je gezworen bij de tempel, dan is het oké. Okay. Maar als je gezworen hebt bij het goud van de tempel, dan is die eet. Ja, precies. Met andere woorden, dan heb je er geen last van, dan kun je die eet verbreken. Maar als je bij het goud van de tempel hebt gezworen, dan heb je zoveel inspanning gedaan om een correcte eten uit te voeren, dan ben je eraan gebonden, nou ja, et cetera. Dus al die details van de rabbijnse wet, die zijn soms van hele dwaze aard. Wat kan ik er nog meer uithalen? Nou, vers 23. Wee u schriftgeleerde fariseeën en huigelaars, want u geeft tiende van de munt, de dille en de komijn. Bedoel, er is een opdracht om tiende te geven aan de priesters, en daarvan geven de priesters weer een tiende, of aan de levieten, pardon. Ja. En daarvan geven de levieten weer een tiende aan de priesters. Dat is een rabbijns voorschrift, maar met een grondslag in de Torah. Maar, maar dat houdt niet in dat je een beetje kruid voor een soep, hè, of als je vis bereidt, dat je dille, je hebt een takje dille wat je erin gooit, dat je daar ook een tiende van moet afsnijden om dat te verbranden of aan de tempel te geven. Dat is natuurlijk een soort nauwgezetheid tot in de kleinste details die helemaal niks meer te maken heeft met de gehoorzaamheid aan God. Ja, er wordt nu ook heel veel misbruik van gemaakt, hè, door tienders, door de charismatische beweging. Hè? Dus, ja, dat is weer wat anders. Dat, met andere woorden, dat die wet, de wet over de tiende voor levieten en voor priesters, dat nu wordt opgelegd aan mensen in een charismatische gemeente. Trouwens, er waren ook wel andere gemeentes, niet charismatisch, die dat ook dus doen. Nee, dat heeft geen enkele zin.
om dat op die manier op te leggen. Dat is een hele gevaarlijke zaak. Ja. Mm-hmm. Nou ja, en ook de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel reinigen. Dus allerlei reinigingsvoorschriften. Terwijl je van binnen vol roofzucht en onmatigheid bent. De evangelie wil mensen veranderen op moreel niveau. Maar wil ze dus niet leren, zoals de rabbijnen vooral, om de heiligheid van God tot in details te gaan zitten nabootsen. Want dat is wat die fariseeën wilden. Die wilden een heilige gemeenschap zijn in de eerste plaats. Met het idee dat die heiligheidsvoorschriften, die reinheidsvoorschriften, mm-hmm. als vanzelf betere mensen zouden maken. Mm-hmm. En dan komt Christus die zegt, nee, je kunt daarin verdwalen. Dan ben je alleen maar bezig met die werken van de heiligheid en je verandert niet. Je kunt alleen maar veranderen op grond van geloof. Ja. En dat geloof moet jou tot een beter mens maken. Mm-hmm. En als dat door geloof zo gewerkt heeft, dan kun je die wet houden. Dat is prima. En er is ook niks tegen. Je mag het allemaal wel doen. Maar denk nou maar niet dat dat de hoofdzaak is. Hè. Het gaat hier vooral om een kwestie van accent. Yes. En als niet-Jood heb je met die tiende van de munten, deel en de komijn, niks te maken. Nee, dat is geen voorschrift. Dat is heel mooi in vers 24. Hè? Blinde leiders. Die de mug uitzift, maar de kameel doorslikt. Hè? Dat zegt het ja, al, precies. Hè? Dus je gaat, hoofdzaak. Hè? Beide namelijk verboden dieren. Hè? Je mag geen insecten eten. Mm. En je mag geen kameel eten. Maar wat doen deze mensen dan? Dat is een prachtig beeld wat de Heer hier gebruikt. Ja. En je zorgt ervoor dat in het kleinste beetje van wat je eet geen mug zit, geen insect zit. Want dan mag je het niet eten. Hè? De nauwkeurigheid waarmee je een krop sla bijvoorbeeld helemaal moet nakijken of daar geen beestjes in zitten, anders mag je het niet eten. Stel dat je dat per ongeluk eet, dan ben je toch schuldig, dan heb je jezelf verontreinigd. Maar die kameel die eigenlijk helemaal verboden is, ja, die slik je gewoon in. Ja, dus de grotere dingen, die slik je gewoon in. Maar let wel, deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Nou, deze dingen zou men moeten doen, geldt voor degene aan wie dat gebod is gegeven, dus niet voor ons. Maar die andere dingen, zegt hij tegen Joden hier, Joodse gelovigen hier, die andere dingen moet je niet nalaten. En dus je kunt best vooruit, laat de rabbijnen hier hun gelijk hebben, tiende van de komijn. Maar vergeet toch nooit wat de hoofdzaak is van de wet. De wet is een discipline om mensen moreel te heiligen. Mm-hmm. En wat de fariseeën ervan gemaakt hebben in heel veel gevallen, dat is dat het een discipline is die het morele vervangt. Dus dat alleen maar de plichten tegenover God van belang zijn en de plichten tegenover de naaste helemaal niet meer van belang zijn. In onze tijd hebben we een soort tegenbeeld van het fariseïsme. De fariseeën zeggen, de eerste tafel van de wet is van belang en de tweede tafel doet er niet toe. De tweede tafel gaat over eren van de ouders en niet doden en niet kwaadspreken, et cetera. Maar de eerste tafel gaat over sabbat en afgoderij en de heiligheid van God, kun je zeggen. De fariseeërs zeggen, die eerste tafel is alomvattend en het allerbelangrijkste. De tweede volgt vanzelf. In de moderne tijd hebben we heel veel mensen op het gebied van de vrijzinnigheid die zeggen, ja, die eerste tafel is helemaal niet belangrijk, want zo wil God helemaal niet gediend worden. Uitsluitend de tweede tafel is van belang. En dan onze moderne ethische invulling daarvan. Ja, dus dat we aardig proberen te zijn voor elkaar, dat niemand een ander de les moet lezen. Dat je dan ander niet mag oordelen. Zo vult men de tweede tafel van de wet als het ware persoonlijk in. En de eerste tafel is helemaal verdwenen. Ja, dus we hebben de fariseeën in Matthäus 23. Maar je zou makkelijk in Matthäus 23 kunnen schrijven, waarin het alleen maar gaat over die moderne vrijzinnige positie. He, zoiets van, wee uw schriftgeleerden en fariseeën, want u bent wel bezig met het geven van geld aan goede doelen in het buitenland, maar uw naaste, uw buurman in uw omgeving, die vergeet. Als ze laten dan het belangrijkste van de wet na, he, staat ook in vers 23. Het belangrijkste van de wet na, namelijk het recht en de barmhartigheid en het geloof. En het geloof, ja, precies. Hè. Nou ja, eerst het geloof dan en dan natuurlijk nou ja, komt in het perspectief van de wet zou je zeggen, nou, het recht, dat is het juiste wat je moet doen tegenover andere mensen. Ja. Nou, dat wordt dus verwaarloosd. Ja. En de barmhartigheid, dat je verder gaat dan wat de wet van je eist. Mm-hmm. Maar dat, de rabbijnen zeggen het wel trouwens. En ze zeggen, de wereld bestaat, is gebaseerd op drie pilaren. En één daarvan is de Gemilut Chassadim. En dat is de barmhartigheid tegenover alle schepselen.
de Gemilut Chassadim, heel belangrijk. Ja. Rabbijns beginsel, maar ja, dus niet van de fariseeën waar ook, hij het over ook een beginsel van Christus natuurlijk. Tuurlijk. Mm-hmm. Nee, maar daar is dus juist niet zo gigantisch veel verschil in. En dan het derde, ze laten het geloof na. Ze spreken niet over de besnijdenis van het hart en de juiste houding tegenover God. Mm-hmm. En ze zijn alleen maar bezig om als het ware op professionele wijze de heiligheidsvoorschriften bij andere mensen op te leggen, voor de zelf niet na te doen. Ja, nou ja. Ze komen die heiligheidsvoorschriften juist op zo'n nauwkeurige manier na, hè, dat ze triomfantelijk kunnen zeggen, kijk eens hoe heilig wij zijn. Ja, ja, ja. Maar ze leggen dat ook op als een last voor mensen. Want, ja, dat staat als jij geen soep kunt maken omdat je te weinig inkomsten hebt en je crepeert van de honger en je kunt geen soep maken. Of je hebt net een klein beetje dillen op de Sabbat en je vergeet dan die tiende te geven, dan gaan ze klagen over jou. Maar jouw concrete situatie, dat je te arm bent, of dat je de andere elementen van de wet wel houdt, dat vergeten ze. Oh ja, dat schiet me nou te binnen. Heel mooi voorbeeld. Weet je nog het verhaal van die arme weduwe die een klein muntstukje gooit in de collecte? Dat is een heel mooi verhaal wat het prachtig illustreert. En er lopen dus in die zuilengang van de tempel lopen allerlei mensen rond in prachtige kleding, die babbelen met elkaar. En dat is de manier waarop ze een deel van die feestdagen doorbrengen. Of op de zondag lopen ze zo rond. En dan geven ze prachtige hoeveelheid goudstukken. En die rammelen nogal, want die collectezakken daar, dat zijn openingen in de muur. Als je daar geld in gooit, dan rammelt dat zo naar beneden en dan valt het in een schatkist, in een bak. En dan komt die weduwe eraan stappen, die dus eigenlijk zelf steun van de tempel zou moeten ontvangen. Mm-hmm. En die gooit een heel klein muntje, zo'n beetje alles wat ze heeft, gooit ze in die bak. En dan voel je dat er twee manieren zijn om dat te bekijken. De ene manier is van die rijke fariseeën die zeggen, ja, nou, dat zet ook geen zoden aan de dijk. En die negeren die vrouw. En de andere is wat de Heer Jezus dan ziet. En die ziet dus dat zij heel weinig heeft, maar toch nog graag bij wil dragen aan de armen in Israël, terwijl ze daar eigenlijk zelf toe behoort. En die zegt, kijk, dat is geloof. Geloof, dat is dat je dat kleine muntje toch nog geeft. Dat je tot het uiterste gaat. En wat die fariseeën doen, dat is werkgerechtigheid. Dat is laten zien, ik ben bij machten om een heleboel te geven. De vorige keer hebben we vooral gesproken over het verleden van Israël. Ja. En vandaag hebben we gesproken over de blijvende betekenis van het huidige Israël. Maar hoe zit het dan met de toekomst, Robert, van Israël, denk jij? Ja, ik heb het wel eventjes aangestipt toen ik sprak over de vervulling van de profetie van Ezechiël. Dat het volk nu in ongeloof is teruggebracht in het land, uit de ballingschap vandaan. En ik denk dat dat niet alleen maar slaat op de terugkeer onder Esra en Nehemia, maar dat dat inderdaad in de 20e eeuw vervuld is. Maar ja, de toekomst van Israël, het is heel interessant dat er dus kerken zijn die Israël helemaal geen toekomst toedichten. En dat zijn uiteraard die kerken waarin de gemeente van Christus Israël heeft vervangen. Dan heeft Israël als zodanig geen toekomst meer, behalve wanneer Joden tot bekering komen, dan worden ze onderdeel van de kerk en dan staan ze buiten Israël. Dat is dus een opvatting waarin de cirkel van Israël en de cirkel van de kerk geen overlapping hebben. Dus je bent of de een of je bent de ander. En dan wordt er dus alleen maar gezegd, in Christus is nog Jood, nog Griek. Dus het idee van als je christen wordt als Jood, dan verlies je je Jood zijn. Ik denk dat dat niet juist is. Nee, inderdaad. Maar er zijn dus ook mensen die de andere kant doorslaan en die zeggen, ja, eigenlijk is de hele gemeente is alleen maar een onderdeel van Israël geworden. Een beetje een verkeerde uitleg van het beeld van de olijfboom waarin wij ingelijfd zijn. Dus de gemeente van Christus heeft alleen maar betekenis voor zover ze tot Israël behoort. En dat wordt natuurlijk pas duidelijk in de toekomst. Maar dan zullen alle beloften voor Israël worden vervuld. En dan zal die gemeente gewoon een deel zijn van dat grotere Israël. Ik denk dat de toekomst van Israël zo in elkaar zit, dat
Als de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan, waar Paulus over spreekt in Romeinen 10, dan zal heel Israël behouden worden, zegt hij. Dat wil zeggen, het Israël dat er dan zal zijn, dat zal als geheel, dus niet iedereen apart, maar als zodanig, als geheel, tot erkenning van de waarheid komen, het evangelie aannemen. En dan zal Israël het volk zijn waar God weer mee gaat handelen. Israël heeft in die toekomst een bevoorrechte positie, buiten de gemeente om. Hoe dat werken zal, weten we niet precies. Maar de profetieën van het Oude en het Nieuwe Testament in het boek Openbaring maken wel duidelijk dat het ongeveer zo werkt. Tot aan de komst van de Heer Jezus heeft God met Israël gewerkt. Dan komt de Zoon van God, die de ware als David onder het gezag van Saul. En als Saul nog koning is, wordt David al als koning gezalfd. Die hele periode in Samuel is heel interessant erbij. Saul heerst over Israël, terwijl David haar waarachtige koning is. En dat is een beetje wat we nu hebben. Dus de Messias is al de waarachtige koning van Israël, maar die koning is in ballingschap, wordt niet erkend. David moet ook vluchten voor Saul op een goed moment. En zwerft dan rond en moet zichzelf aansluiten bij de vijanden van Israël om te overleven. Dat is geen profetie natuurlijk over de Heer Jezus zelf. Maar dat is de huidige situatie. Een verworpen koning in ballingschap. Maar als die koning straks terugkeert, dus als David weer terugkeert, als Saul gestorven is, wordt David in Hebron en in Jeruzalem ook als koning erkend. Ja, dan breekt dus weer de tijd aan dat Israël onder haar rechtmatige koning leven zal. En dat is de toekomst van Israël, dat de Heer Jezus zal terugkeren en dan zal hij zijn rechtmatige plaats als koning van Israël innemen. En hij is alleen maar koning van de wereld, omdat en in zoverre hij koning van Israël is. Dat is een hele belangrijke stelling. Hij is nooit en te nemen koning van de wereld buiten Israël om. De zetel van zijn koningschap is Jeruzalem. En niet Genève, en niet New York, en niet Amsterdam. Dat ligt in Jeruzalem. Hij is koning van de wereld alleen maar in zoverre hij ook koning van Israël is. En daadwerkelijk, dus zichtbaar. Je kunt over die toekomst dus heel apart denken. Hoe zit het nou met de opname van de gemeente? En gaat de gemeente wel of niet door de grote verdrukking heen? Wat is die grote verdrukking precies? Enzovoort. Het zijn allemaal ingewikkelde vragen. Maar de eindsituatie wordt ons geschetst in Openbaring 22 en 23. Dat is dat het hemelse Jeruzalem naar beneden komt, op aarde gevestigd wordt, en die heeft een fundament, kun je zeggen, van apostelen en van de stammen van Israël. Ja, dus laten we zeggen, gemeente en Israël zijn op een of andere wijze met elkaar verbonden. Wat ik eigenlijk wilde zeggen over die relatie tot de toekomst van Israël, want dat wil ik eigenlijk alleen maar zeggen op dit moment, dat er heel veel verschillen van mening zijn over hoe die toekomst precies verlopen zal. Maar dat je in ieder geval moet zeggen, er is een toekomst voor Israël, want de Messias van Israël zal komen en die zal worden geaccepteerd door Israël. En dan zal God met dat volk ook weer in de geschiedenis primair gaan handelen. Dat is denk ik een overtuiging die heel veel mensen delen, behalve dus die kerken die zeggen de gemeente heeft Israël vervangen. Maar ik wil het even over iets anders hebben. Laten we eens kijken naar Jesaja 62. Even bladeren. Jesaja 62. Zou je willen leren, willen lezen Jesaja 62 vers 6 en 7. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U, die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Ja. Er is een groep christenen die zich voor een deel geen christenen meer wil noemen, die in Jeruzalem is, zo vaak mogelijk, of misschien wel permanent, die zichzelf aanduiden als de wachters van Jeruzalem. Dus zij zeggen, de Messias staat op het punt om terug te keren,
En wij als christenen, als niet-Joodse gelovigen in de Messias, zullen dan in Israël worden ingelijfd. We zullen dat meemaken samen met het aardse volk Israël. En wij zijn die wachters. God heeft ons aangesteld om te bidden voor de terugkeer van de Messias, te bidden tot het moment komt dat de Heere dat volk weer rust zal geven en in Jeruzalem zal gaan wonen. En dat baseren ze op Jesaja 62, vers 6. Ja, zo zie je dus dat mensen in hun liefde voor Israël en gedeeltelijk onder invloed van de profetieën over het herstel van Israël in de toekomst tot hele merkwaardige theologische beslissingen kunnen komen. Namelijk door te zeggen dat wij deel zijn van de gemeente van Christus is helemaal niet zo van belang. Maar we hebben een taak voor Israël. Onze functie is die wachters te zijn. En dan nemen ze dat woord wachter in de zin van wij die afwachten dat de Messias komt. Oké, maar wat wordt er dan wel verstaan onder de enige echte wachters? Waar kunnen we dit vinden in de Bijbel? De wachters hier zijn, net als de wachters in Ezechiël en elders in de Bijbel, dat zijn degene die in Israël zelf de Messias verwachten. En dat het volk voortdurend ook duidelijk maken van er komt nog een Messias, de Messias komt nog. Zijn dat niet de Messiaanse Joden? Ja en nee, hier in Jesaja nog niet. Want hier heeft de Messias nog geen plaats. Kijk, Jesaja 62 gaat over het herstel van Jeruzalem vooral. Dat zal weer worden, Israël zal weer worden het heilige volk, de verloste van de Heere. Jeruzalem zal weer een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere. En een koninklijke tulband in de hand van uw God. Het gaat over het herstel van Jeruzalem. En God verlangt naar dat herstelde Jeruzalem. En terwijl volk en stad nog op hem moeten wachten, en dat is de Heere die komt, maar dat is dus de Messias die terugkeert, zijn er wachters, er zijn ook in het huidige Israël mensen die de verwachting van de Messias levend houden. Maar dat zijn geen niet-Joden die heel nadrukkelijk de terugkeer van Jezus prediken of daarvoor bidden. Dat zijn, laten we zeggen, profetische stemmen binnen het huidige Israël, onder de rabbijnen, onder de orthodoxe gelovigen in Israël, die niet zwijgen, dag en nacht niet, en steeds verwijzen naar de terugkeer, of nee, niet naar de terugkeer, maar naar de komst van de Messias. Ja, maar die is toch al gekomen? Ja, maar niet voor hen. Niet in hun opzicht. Deze wachters zijn niet christenen, zijn geen Messias-blendende Joden. Jesaja kent dat toch helemaal niet? Nee, nee. Dus dat mag je ook niet op die manier gaan toepassen. Het is ook heel kwalijk dat mensen die niet door de Heere zijn aangesteld, zich toe-eigenen dat ze wel zijn aangesteld. Daar zit ook een rare charismatische wending in van die Messiaanse verwachting. Ook allerlei dingen in het land en ook hier in Nederland samen zouden kunnen doen. Hè, opkomen voor het getuigenis van de God van Israël. Daarin zouden we verbonden kunnen zijn. Maar de toekomst van Israël ligt in Gods handen. Hij heeft zijn volk al teruggehaald naar het land waar het in ongeloof op dit moment verkeert. Hij heeft wachters gegeven aan zijn volk die de verwachting van de komst van de Messias levend houden. En de Messias zal inderdaad komen. En dan zullen ze Jesaja 53 plotseling begrijpen. Jesaja 53 zegt dus, als de Messias komt, dan zal Israël begrijpen dat hij al geweest is. Ja, ja. Want dan zullen ze in Jesaja 53 zeggen, ja, de prediking van deze Messias, die hebben we niet geloofd. En de arm van de Heere is wel geopenbaard, maar die hebben wij niet aangenomen. We hielden hem voor een geplaagde. We hebben Jezus gezien als een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. We hebben niet gezien dat hij onze ziekte op zich genomen heeft. We hebben niet gezien dat hij ons leed heeft gedragen. En we hebben hem gezien als veracht en als onwaardig, als een man van smarten, en wij hebben hem niet geacht. Jesaja 53 is een schuldbelijdenis van Israël op het moment dat de Messias komt voor hen, want dan zullen ze begrijpen dat de Messias al gekomen is als de lijdende knecht, en dat hij toen al het lijden en de zonde van het volk op zich genomen heeft. Dus. En dan zullen ze dus begrijpen dat
Dan zullen ze dus zien dat de Heer die zij gekruisigd hebben is teruggekomen. Ja, dus de wachters die verwoorden eigenlijk de terugkomst van Christus, maar niet de eerste komst. Andersom, de wachters verkondigen de komst van de Heer in de heerlijkheid die Jeruzalem herstelt. Dus de wachters houden de verwachting van de Messias open. Als de Messias eenmaal komt, dan zal het volk pas begrijpen dat het de terugkeer van de Messias is. Maar de wachters verkondigen niet de terugkeer van de Messias. Die verkondigen de komst van de Messias. Ja. Voor hen is hij nog niet gekomen. Pas in de toekomst zal heel Israël begrijpen. Als zijn voeten op de Olijfberg zullen staan. En als die splijten, als de heidenen dan verdreven worden van Israël. Wat op dat moment onder aanval staat. Dan zullen ze pas Jesaja 53 begrijpen. En dat is een belangrijk punt. Jesaja 53 is de toekomstige schuldbelijdenis van het volk dat in de komst van de Messias plotseling begrijpt dat dit de Messias is die terugkeert. En dat hij dus terugkeert in oordeel, maar dat zijn genade al verkondigd is. En wie heeft zijn prediking geloofd? Nou, het antwoord is bijna niemand. Aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Nou, aan het volk destijds al. En dan zullen ze duidelijk maken waarom ze hem niet geloofd hebben toen hij kwam. Want hij had die heerlijkheid niet. Ja, er staat ook nooit, zullen zij zwijgen heel de dag en heel de nacht niet, hè? Die heb ik, die wachters. En is dat niet de klaagmuur? Dat, dus al die mensen die daar klagen, die zwijgen niet, hè? Die staan dat murmelen, blablabla. Ja. Ja, ik denk dat dat veel eerder, hè, dat inderdaad de mensen met de klaagmuur veel eerder de wachters kunnen zijn van Jesaja 62 vers 6. Maar niet de christenen die daar, laten we zeggen, omheen gaan staan en bidden voor het herstel van Israël en de komst. Ja. Maar doen deze mensen dan ook die zeg maar de hele dag daar nood zwijgen en daar naartoe gaan en daar elke dag iets vragen of iets zeggen of iets bidden, dat ze bidden om de komst van de Messias, omdat zij vinden dat hij nog niet gekomen is. Nou, niet allemaal, hè, maar een deel van het Joodse gebedenboek is van herstel uw volk Israël spoedig. In het Joodse gebedenboek wordt gebeden om de komst van de Messias, en er wordt er altijd bijgezet, bejameno, in onze dagen. Wil dat herstel alsjeblieft geven in onze dagen. Ja. Dus iedereen die dat bidt met geloof is een wachter. Ja. Nou, en die zwijgen niet dag en heel de nacht niet. Want heel de nacht is, laten we zeggen, de tijd van het avondgebed, maar ook van het wakker zijn en de Torah bestuderen en in gebed doorbrengen. Want er is een voortdurend spreken van Israël. Kijk, Israël heeft die verwachting van de Messias nooit helemaal verlaten. En ze hebben hem wel verworpen, maar het verlangen van Israël naar de komst van de Messias is daarmee niet gebroken. Hè? Het is een heel merkwaardige zaak dat toen de Messias kwam, hij niet paste bij het patroon van de verwachting van de meesten in Israël. En daarom hebben ze hem verworpen. En later heeft het christendom zelf de bekering van Israël zo lastig gemaakt door in de naam van Christus dat volk te onderdrukken, te verwerpen en zichzelf op te werpen als de vervanger van dat volk. We hebben eigenlijk in de kerkgeschiedenis aanleiding om te zeggen, als er nou één factor is die verhinderd heeft dat Israël haar Messias heeft aangenomen, dan is dat de christelijke kerk. En die heeft een evangelie gepredikt dat heel eenzijdig is, heeft de kerk een plaats gegeven die haar niet toekomt, heeft een theologie ontwikkeld waarin Israël helemaal geen plaats had. En dat is eigenlijk een schandaal van 2000 jaar lang. En dat pas na de Holocaust, in de tweede helft van de 20e eeuw, gedeeltelijk is gecorrigeerd. En dat heeft ertoe geleid dat een deel van de kerk buitengewoon veel liefde voor Israël heeft gekregen. Dus als ware naar de andere kant is doorgeslagen. En daar heb je eigenlijk ook helemaal niks aan. Maar het goede evenwicht is terug te gaan naar de verhouding tussen gemeente en Israël, zoals die door Paulus wordt geschetst in Romeinen 9 tot en met 11, het beseffen, ten eerste, Israël is niet verworpen. Ten tweede, er is een Joodse minderheid die niet zomaar opgaat in de heidenkerk, die als Jood in de Messias gelooft, dus hoort bij Israël.
daar een minderheid vormt. Dus is niet heel Israël verworpen. En in de derde plaats dat wij met het huidige Israël, naar de woorden van de Heer Jezus zelf, nog heel veel te maken hebben. Omdat ze zijn, de schriftgeleerden en fariseeën, gezeten zijn op de stoel van Mozes. En het is zeker een deel van onze opdracht om ook rekening te houden met de Torah, met de wet die aan Mozes is gegeven. Met die verstande dat we niet als Israël die wet moeten volgen, maar als gemeente van Christus die wet te volgen hebben. Hè, zoals dat dan heet in 1 Johannes, de geboden. Hè. De liefde voor God blijkt uit het houden in acht nemen van de geboden. Zoals Christus die ons onderwezen heeft. Maar ook zoals Christus dus als ware verwezen heeft naar schriftgeleerden en fariseeën voor de correcte uitleg van de geboden van het Oude Testament. In plaats van dus die gebedsdiensten voor de komst van de Messias, zou het mij beter lijken als al die mensen die naar Israël gaan, daar ze grondig laten inlichten, onderwijs gaan krijgen van de rabbijnen over de uitleg van de wet van Mozes. Daar zouden ze meer aan hebben. Doordrenkt raken van de Joodse manier om over de Bijbel na te denken is van veel groter gewicht voor ons. Geeft ons ook een veel betere toegang tot het Nieuwe Testament, omdat het een door en door Joods boek is, dan, laten we zeggen, eigenlijk de klassieke theologie van de kerk handhaven, maar daaraan toevoegen of daar overheen gieten die enorme liefde voor Israël en dat verwachten van die nieuwe prachtige toekomst van Israël. De toekomst van Israël, dat is iets waarnaar we mogen uitkijken, want het is ook de komst van de Messias, de terugkeer van de Heer Jezus die we dan verwachten. Dat hangt heel erg met elkaar samen. Maar je kunt over die toekomst nadenken zonder de relatie te zien met het huidige Israël en zonder goed te begrijpen hoe wij zelf in Israël geworteld zijn. Dan krijg je zo'n evangelisch, ahistorisch christendom dat helemaal wil opgaan in die toekomstverwachting en in de liefde voor Israël, maar eigenlijk de hoofdlijnen van de schrift op dat vlak, het verleden en het heden van Israël, dus eigenlijk helemaal vergeet. En dat vind ik altijd erg jammer om dat te zien gebeuren. Nou, met die wachters van Israël die zichzelf daartoe hebben aangesteld, gebeurt dat dus in feite. Ja. En dan lees ik ook, zoals ik altijd doe, hè, dat weet je. Hè, dan lees ik door. Dan lees ik door en dan kom ik bij Jesaja 62. En daar wordt ook eens op prachtig uiteengezet hoe het zal zijn als zij zich bereid maken om de Messias aan te nemen. We hebben het al een keer doorgenomen, hè? We hebben het is deel 26 van, we hebben heel veel uitzendingen daarover gemaakt, over Jesaja. Maar het is allemaal... Zullen we één stukje uitnemen? Ja. Want ik begrijp dat je popelt om dat nog een keer allemaal door te gaan. Laten we eventjes alleen als slot dan kijken naar vers 11. Zie, de Heere heeft het doen horen. Dat hebben we misschien die wachters van mogen vertellen. Tot aan het einde der aarde. Dus alle volkeren mogen dat ook horen. Maar beter nog, alle Joden die in de diaspora leven mogen het horen. Tot aan het einde der aarde. Zeg tegen de dochter van Sion, dat is Jeruzalem, het volk in Jeruzalem. Zie, uw heil komt. Maar dat heil komt in de vorm van een persoon. Zie, zijn loon heeft hij bij zich en zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Zo zal deze Messias komen. Hij komt met beloning voor de getrouwen. Hij komt met verlossing voor degenen die in hem geloven. En dan gaat er iets moois gebeuren. Dan wordt voor de hele wereld zichtbaar wat en wie Israël is in Gods ogen. Zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten van de Heere. Wanneer is Jeruzalem, wanneer is Israël de verlosten van de Heere? Als ze hun verlosser hebben aangenomen. Ja. En u, dat is die stad, zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Dat is het tegendeel van de klaagliederen van Jeremia. Hoe zit zij eenzaam te neer, die eens zo volkrijke stad? Dit is een stad die niet verlaten is. Hier woont een waarachtig godsvolk. Maar Jesaja's profetieën, dat hebben we destijds ook steeds gezien, die lopen niet in een keurige chronologische volgorde. Ja. Dit is een visioen van het herstel van Israël. Maar wat zegt dan Jesaja 63? Wie is deze die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bosra, die luisterrijk is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht? Ik ben het, die spreekt in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen, enzovoort. Dag van de wraak gaat het dan plotseling over.
in Jesaja 63. Mm. Dus voorafgaande aan die terugkeer van de Messias, die heil brengt voor zijn volk, wordt heel duidelijk, komt de Heer Jezus om te oordelen. En hij zal dus ook zijn volk oordelen. Hij zal dus ook het ongeloof van zijn volk oordelen. Dat we niet denken dat Israël door Gods belofte, als hij helemaal veilig gesteld is en als hij terugkeert, dat zal het hele volk jubelen. Nee, een deel van het volk zal ook dan hem weigeren te aanvaarden. En dan zal dat volk, zoals Openbaringen duidelijk maakt, boek Openbaringen duidelijk maakt, toch nog door een hele nare geschiedenis net zoals gaan. Wij, hè, natuurlijk, hè, met christenen, ik bedoel. Dat hangt er dus vanaf hoe je dat ziet. Wordt de gemeente opgenomen in de hemel of apart gezet op aarde, voorafgaande aan die 7 jaren van enorme oorlogen enzovoorts, of zal de gemeente ook door die periode heen gaan? Dat is dus de grote vraag. Maar in ieder geval is er dus ook in die periode een oordeel dat over de hele wereld heen gaat. En waar dus ook Israël onder te lijden heeft. En een deel van Israël zal dus ook in de afgoderij vervallen. Omdat we de antichrist zullen aannemen. Hè. De antichrist, maar even snel samengevat. De antichrist zal zich gaan plaatsen op de troon van Jeruzalem. Zal voor Israël het nieuwe koninkrijk aankondigen. En een groot deel van het volk gaat hem daarin mee. Hij zal dat volgen. En dat deel van het volk dat dus verleid wordt door de antichrist, voorafgaande aan de terugkomst van de Messias op aarde, dat deel zal geoordeeld worden. Dus er is als het ware nog één grote test voor Israël, voordat ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben, als zijn voeten op de olijfberg staan enzovoort, zal een groot deel van het volk worden meegesleurd in de aanbidding van de antichrist, en van de valse Messias, die het hele volk misleiden zal, die na 3,5 jaar een nieuwe tempeldienst zal beginnen in Jeruzalem, waardoor heel veel Joden zullen denken, nou, dat is onze Messias. Dat is niet de teruggekeerde Messias, dat is niet de Messias van Jesaja 53. Die zullen ze pas aan het einde van die periode, na 7 jaar, zullen ze erkennen. Dus er is, als je de profetieën nauwkeurig bekijkt, nog heel wat, staat Israël nog heel wat te gebeuren. En ik zal in een andere aflevering, of misschien apart, nog wel eens heel nauwkeurig die gebeurtenissen in de toekomst uiteenzetten, voor zover mij dat duidelijk is uit de schrift, hoe dat lopen zal. Altijd met de aantekening erbij dat we dat, denk ik, niet helemaal nauwkeurig kunnen beschrijven wat er gaat gebeuren. Oké. We laten het hierbij. Zo hebben we vandaag over het heden van Israël gesproken, over de toekomst van Israël gesproken. Ja, er blijven nog zoveel onderwerpen liggen. Dat valt me toch altijd op, hoe lang we er ook over praten, dat we nooit helemaal volledig kunnen zijn. Nee. Maar ik hoop dat het een beetje duidelijker geworden is, in ieder geval hoe ik erover denk, hoe wij er samen over denken. Als er nog vragen zijn, kunnen de mensen dat stellen. De mensen kunnen dat zeker stellen. Is er iets van begrijpen of wat meer informatie willen. Ja. Maar ik denk dat er nog wel aanleiding is om ook in de toekomst in Koinonia Live te spreken over Israël, of bepaalde visies over Israël. Ja. Ik wijs er nog op dat op Spreaker ook een lange bespreking staat van Finkelstein, een Amerikaans-Joodse theoloog die hier ook heel veel over heeft gesproken. Dat hebben we nog opgenomen in IJmuiden. Dus daar kunt u eventueel naar kijken en we zullen er wel voor zorgen dat er wat ondersteunend materiaal komt, ook op de website koinoniabijbelstudie.nl. Dus kijkt u daar ook naar en vergeet niet te kijken naar ons YouTube-kanaal, Raffeen1956. Op dat kanaal kunt u heel veel materiaal vinden. Niet alleen maar Koinonia Live, maar ook andere bijbelstudies. Dus daar verwijs ik dan maar even naar. Nou, vergeet niet te liken, vergeet niet te sharen. Te sharen, dat is geen goed. Vergeet niet te delen met anderen als deze uitzending u enige zegen heeft gebracht. En dan zou ik opnieuw zeggen, nou, dank voor het luisteren.
Ja, graag. En ik bedoel, alsjeblieft. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.